Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik nieuwe make-up van Catrice testen. Ik ga de Clean ID make-up van Catrice testen. Ik heb al wel hier en daar wat make-upjes van deze collectie getest. Maar ik dacht, ik ga gewoon vandaag allemaal Clean ID make-up bestellen. Ik zag bij Boozy Shop dat er een heleboel nieuwe make-up was. Dus ik heb het niet ontvangen in PR of zo. Ik heb het gewoon allemaal besteld bij Boozy Shop. En ik dacht, dit is echt genoeg make-up, zoals je kunt zien. Voor echt gewoon een volledige video. Catrice is ook heel betaalbaar. Dus als je vandaag iets leuks ziet wat je ook graag wilt hebben, dan weet je sowieso al dat je niet heel veel hoeft te betalen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar al deze make-up. De Clean ID lijn van Catrice is best wel groot. Er zijn een heleboel producten. Ik heb echt absoluut niet alles. Maar ik heb gewoon alles wat een beetje nieuw is besteld. En ik dacht, ja, we gaan het gewoon vandaag proberen hier op camera. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Voordat we gaan beginnen met de video, zal ik even snel vertellen wat de Clean ID precies inhoudt. Dat kan ik niet uit mijn hoofd. Ik heb het hier staan. De Clean ID lijn van Catrice heeft alles te maken met milieuvriendelijk zijn en goed zijn voor de planeet. Alle producten van de Clean ID lijn zijn vrij van siliconen, microplastic, parabenen, mineral oils, pure palm oil en dierlijke ingrediënten. En alle verpakkingen zijn ook allemaal gemaakt van gerecyclede materialen en zo. En zoals de rest van alle Catrice producten is ook deze lijn weer cruelty free. Catrice is compleet cruelty free. Ze testen niet op dieren. Nou, dan weten jullie nou eventjes gelijk wat de Clean ID lijn inhoudt. Dan gaan we nou beginnen met alle producten. Ik heb helemaal niks op mijn gezicht, alleen mijn dagcreme en ik heb mijn wenkbrauwen gedaan. Ik ga beginnen met de gezichtsprimer. Ik heb hier de Catrice Clean ID Pore Perfecting Primer. Oké, deze primer claimt dus dat hij je huid heel erg egaal gaat maken en je poriën minder zichtbaar maakt. Nou, laten we het proberen. Het is best wel een grote verpakking, 50 ml, dus je krijgt echt wel wat. En er staat ook op dat het goed is voor gevoelige huid. Deze hele lijn is goed voor mensen met een gevoelige huid. Oké, laten we het proberen. Ik hou altijd wel van een pore filling primer. Ik hoop alleen niet dat hij te uitdrogend gaat zijn, want daar hou ik niet van, want ik heb een beetje een droge huid. Even kijken. Oeh, het is een beetje zo'n persikkleurtje. Zien we dit? Het is echt zo'n persikkleurtje. Hij glanst ook. Glanst hij? Nee, hij glanst niet. Ik wilde zeggen dat hij glanst, maar hij glanst niet. Hij ruikt echt heerlijk. Het ruikt naar vanillevla of zo. Ik hou van vla. Wie houdt ook van vla? Ben ik de enige die zoveel van vla houdt? Ik hou van alles wat een beetje zo yoghurt is en vla en zo. Heeft verder helemaal niks te maken met deze make-up, maar oké. Oké, het is echt zo'n cliché pore filling primer. Het voelt helemaal zo'n beetje zo siliconenachtig aan, maar er zitten geen siliconen in. Dus dat is echt super apart. Even een beetje indrukken. Ik ga eerlijk zijn, ik denk dat hij een beetje te droog is voor mijn huid. Ik denk dat als je een vettige huid hebt, je hem eventueel wel fijn gaat vinden. Hij heeft het echt wel een beetje egaal gemaakt. Dat zie ik wel echt gelijk. Maar het voelt wel een beetje, ik weet niet, een beetje droog aan of zo. Ik weet niet echt of ik deze primer heel fijn vind voor een droge huid. Oké, ik ga heel even snel foundation aanbrengen. Deze lijn heeft geen foundation, dus ik gebruik mijn Clarins Everlasting Youth Fluid Foundation. Deze gebruik ik in de kleur 111. En dan gaan we weer zo verder. De spons die ik gebruik is van Shein. Super fijne spons. Is echt maar 3 euro en echt fantastisch. Ik besef me nou dat het misschien beter voor de video was geweest als ik een Catrice foundation had gebruikt. Die heb ik ook gewoon. Ik weet niet waarom ik mijn dure Clarins foundation gebruik in een Catrice video. Maar oké. Ik zal dan voor concealer wel een Catrice concealer gebruiken. Ik gebruik deze Catrice True Skin concealer. Deze heb ik in de kleur 032 Neutral Biscuit en is echt een super, super fijne concealer. En als losse poeder gebruik ik ook mijn Catrice True Skin poeder. En dan gebruik ik ook nog even snel dit Revolution paletje, deze kleur, om mijn neus te contouren en een beetje bij mijn wangen. Oké, ondanks dat ik deze primer een beetje droog vond voor mijn huid, heeft de make-up verder er wel gewoon goed op aangebracht. Er is niks raars gebeurd of zo, dus dat laat zien dat het wel gewoon een goede primer is. Want ik heb heel vaak gehad, als het zo droog aanvoelt, dan brengt de make-up er echt vreselijk op aan. En dat doet hij niet. Dus ik denk echt dat als je gewoon een normale of een beetje een vettige huid hebt, je deze best wel fijn zou kunnen vinden. Maar ik denk dat voor alle meiden met een droge huid dit niet gaat werken. Ik vind het persoonlijk voor mij een tikkeltje te droog. Oké, ik heb dus nou heel mijn basis aangebracht. Normaal breng ik dan nou een beetje fixing spray aan.
gedaan. Ik gebruik altijd mijn MAC Fix Plus daarvoor of mijn Action Spray. Ik vind het altijd heel erg belangrijk om midden in mijn proces iets van een waterige fixingspray aan te brengen om het poederige een beetje weg te halen. Dus ik denk dat ik dat nou wil gaan proberen met deze nieuwe Clean ID spray. Ik heb hier de Catrice Clean ID Glow Prime en Fix Spray. Deze spray kun je gebruiken als primer onder je make-up of na je make-up. Ik gebruik het dus midden in mijn proces, dus na mijn make-up. En dan ga ik kijken of deze spray geschikt is om alles een beetje te hydrateren. Er staat dat het je een glowy huid geeft en verzachtende en een verfrissende werking heeft. Nou, laten we kijken. Ik hoop dat hij niet te agressief is. Goedkope sprays zijn af en toe een beetje agressief. Oké, hij is echt helemaal niet agressief. Ik vind hem alleen denk ik niet geschikt voor deze stap. Want voor deze stap wil ik altijd echt een hele extreme waterige spray. Zoals je kunt zien is mijn gezicht niet echt heel nat of zo. Maar ik denk voor echt na je make-up of als primer is hij wel fijn. Hij geeft ook echt een beetje een glow op mijn gezicht. Dat vind ik wel mooi. Ik vind het ook echt heel fijn hoe hij aanbrengt. Hij ruikt ook gewoon goed. Ik denk dat ik deze zeker wel zou gebruiken voor als ik echt helemaal klaar ben met mijn make-up. Maar voor de stap nu moet ik echt altijd een heel waterige spray hebben. Ik ga even mijn MAC Fix Plus gebruiken. En dan zie je ook gelijk het verschil. Bekijk even mijn gezicht nu en dan zometeen hoe waterig het is. Kijk, dit is wat ik wil zien. Gewoon echt helemaal nat. Want dat moet echt. Want anders gaat dat poederige effect niet weg. Oké, dan is het voor nu eventjes klaar met mijn gezicht. We gaan beginnen aan de ogen. Ik heb een nieuw oogschaduwpaletje. Ik heb hier de Catrice Clean ID Mineral Eyeshadow Palette 010 Natural Nude. Dit is echt een groot paletje. Hij is echt best wel lang. De verpakking is wel gewoon... ja, drukjes. En dit is dan de inhoud van het paletje. Je krijgt echt 12 prachtige kleuren, matte en glanzende kleurtjes. En we krijgen ook een grote spiegel, dat vind ik heel erg fijn. Het paletje voelt echt kwalitatief echt goed aan, dus dat vind ik heel erg fijn. De kleuren zijn echt prachtig. Ik vind de kleuren wel heel dicht op elkaar liggen. Dus ja, wat je dan krijgt is dat kleuren af en toe gaan mengen, maar dat is niet echt heel erg een big deal. En je ziet zo twee verschillende paletjes, zeg maar. Het is alsof er twee kleine paletjes in één groot paletje zitten. En dit paletje heeft een meer wat lichtere kleur. En deze kleuren zijn wat donkerder. Ik vind het heel mooi hoe dit paletje zo is opgezet. Ik vind ook de kleurencombinaties heel erg mooi. En je hebt gewoon mooie matte en glanzende kleuren. Dus dat vind ik echt toppie. Ik vind het echt er allemaal heel goed uitzien. Als de kwaliteit ook echt goed gaat zijn, dan ben ik echt helemaal into dit paletje. I love it. Ik vind het echt prachtig. Zoveel mooie kleurtjes. Oh my god. Ik ga beginnen met de matte kleur hier. Die heet Cheerful. Dit paletje is gewoon maar 10 euro. Dat is echt belachelijk goedkoop. Oké, die kleur ga ik aanbrengen in mijn arcadeboog. Ik gebruik mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. Dan pak ik de bruine kleur hier, Natural. Die ga ik aanbrengen met een iets kleinere Fluffy Quast, want die moet iets minder. Dit is nummer 224. Dan pak ik de donkerste bruine kleur, Woeden. Op beeld lijkt die kleur een beetje paarsbruin of zo, maar hij is gewoon echt bruin. Dan pak ik deze Boosie Shop kwast. Het is een platte fluffy kwast nummer UP24. En die kleur ga ik dan een beetje aanbrengen in de buitenste hoeken om het een beetje dieper te maken. Nou jongens, ik moet echt een beetje zeggen dat ik echt impressed ben tot nu toe met dit paletje. Alles gaat super goed. Ik heb er echt niks op aan te merken. Top. Dan ga ik nu in met de glanzende kleur hier. Die is een beetje licht goud. Die heet Honey. Die kleur ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid. En ik maak mijn kwast nat om het wat heftiger te maken. Wow, het pakt echt super veel op. Kijk even dit. Oh my god. Dit is echt heel mooi. Jongens, kijk even hoe mooi dit is. Dit is echt de meest mooie kleur ever. Ik ga denk ik een beetje zo'n soort van cut crease maken. Zonder dat ik echt een cut crease maak. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dan ga ik de matte kleuren die ik heb aangebracht in mijn arcadeboog ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur. Die heet Sparkle. Ik vind ook echt de namen van de kleurtjes echt super super cute. En die kleur breng ik een beetje zo aan in de binnenste ooghoeken. Om het daar een beetje te verlichten. Wow, ook gewoon de glanzende kleuren zijn ook echt gewoon prachtig. Ik heb zo niks aan te merken op dit paletje voor 10 euro. Ik ben echt in shock hoe je dit maakt voor 10 euro. Heel erg mooi. Het is obvious niet het beste paletje ever of zo. Maar vooral voor die lage prijs zo. Het doet gewoon echt wat het moet doen. Alles blijft ook gewoon goed zitten. Het is gewoon gepigmenteerd. Het blendt ook gewoon lekker mee. Het enige wat ik erop aan te merken heb als ik echt heel... kinderachtig op alles gaan letten, is dat het een beetje poederig is. Maar voor de rest is het echt toppie. Even kijken, dan gaan we verder met eyeliner. Ik heb hier de Catrice Matte Liquid Eyeliner. Er staat op dat hij intens zwart mat is, smudge-proof is en de hele dag goed blijft zitten. Ik ben benieuwd, ik hoop gewoon dat hij fijn gaat zijn. Catrice heeft op zich altijd wel fijne eyeliners, dus ja, let's do this. Ook weer vegan en al die dingen. 99% natural ingredients. Je krijgt 1,7 milliliter. Dit is dan hoe hij eruit ziet, gewoon zo'n... ja, zo'n kwastje, zeg maar.
Oké, de wing is helemaal gemaakt. Ik heb hem lekker ook iets voller gemaakt op het einde. Dat vond ik wel leuk vandaag om te doen. Deze eyeliner is inderdaad super zwart en heel erg mat. Hij droogde echt gelijk helemaal mat op. Hier is het echt al helemaal opgedroogd. En je ziet hoe extreem mat het is. Dus als je daarvan houdt, ga je hem heel erg fijn vinden. Het kwastje is ook gewoon fijn. Ook hierop heb ik niks aan te merken. Ik ben tot nu toe echt best wel tevreden over alles. En deze eyeliner is ook gewoon heel erg fijn. I love it. Dit zie ik maar echt gewoon nog vaker gebruiken. Volgende is mascara. Ik heb hier de Clean ID Full Lash Mascara. Het is echt een grote mascara. Ik weet niet waarom, maar ik vind hem zo best wel groot en zo. Ook weer ideaal voor gevoelige ogen. Als het gaat om make-up rondom de ogen, zoals mascara, is het altijd heel erg fijn als iets ideaal is voor gevoelige ogen. Ook al heb je geen gevoelige ogen, is dat alsnog gewoon extra fijn. Het borsteltje ziet er op zich echt best wel goed uit. Zie je dit? Oké, laten we hem gaan gebruiken. Mijn lash lift is, oh, by the way, echt al helemaal weg. Mijn wimpers zijn weer helemaal gezakt, dus ik heb weer mijn crappy wimpers helaas. Maar ik ga de lash lift weer doen hoor. Het komt weer binnenkort terug. Nou, ook deze mascara is weer fijn. Oh mijn god. Ik weet niet wat het is, maar Catrice is killing it met deze Clean ID collectie. What the F? Deze mascara is ook echt super fijn. Hij pakt mijn wimpers echt zo heel goed vast en trekt ze helemaal zo omhoog. En ik heb echt mini wimpers en ze zijn echt wel best wel gewoon een beetje omhoog gegaan en zo. Ik ben echt in shock. Hij geeft ook volume zonder het echt klonterig te maken. Heel erg fijn. I love it. Echt een fijne mascara is dit voor echt weer... Hoeveel kost deze mascara? Laat me even kijken. €4,95. Nou, dat is echt belachelijk goedkoop ook weer. 5 euro. Oké, ik ga eventjes nep wimpers opdoen. Ik ga mijn eigen wimpers opdoen die ik heb uitgebracht in samenwerking met Boozy Shop in de stijl Fab Lash. Mijn fave wimpers. Mijn wimpers zijn nog allemaal te koop. Mijn hele wimpercollectie. Dus ga naar Boozy Shop als je nog op zoek bent naar de fijnste wimpers ever. En dit is de meest heftige stijl Fab Lash. Dus deze ga ik opdoen en dan gaan we verder met het gezicht. Ben ik weer. Ogen zijn helemaal af. Ik ben er echt helemaal enthousiast over. I love it. Ik ga deze make-up echt heel dag oplaten vandaag. Nou ga ik verder met mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen. En deze lijn heeft ook een bronzer. Dit is de Catrice Clean ID Mineral Bronzer in de kleur 020. Je hebt hem in twee kleuren. 020 en 010. 010 is de lichtere kleur. 020 de donkere kleur. Dus ik heb 020 genomen. 020 medium. En het ziet er echt prachtig uit, jongens. Is dit niet echt de mooiste bronzer ever? Kijk even deze bloemenachtige print of wat het ook is erin. Je krijgt ook weer een goede handige grote spiegel. I love it. Ik ben echt zo enthousiast over heel deze Clean ID lijn. Ook de verpakkingen met alle spiegels. En dat allemaal voor deze lage prijzen. Deze bronzer is €6. Hij ziet er goed uit. Het is niet heel erg donker. Er zijn wel echt maar twee kleuren. Dus als je een hele donkere huid hebt of een hele lichte huid, gaan deze twee kleuren niet werken voor jou. Deze twee kleuren zijn echt een beetje voor de lichte tot medium categorie, vind ik zelf. En dit is dus de kleur medium. Dus we gaan het proberen. Het is gewoon een matte bronzer. Dus daar hou ik van. Ook had de Clean ID kwasten. Dus ik heb ook wat kwasten besteld. En ik heb ook de bronzer kwast gewoon erbij besteld om te proberen. Hij ziet er wel klein uit. Mijn normale bronzer kwast is echt super groot. Deze is van Boozy Shop, UP02. En deze lijkt echt super klein, maar we gaan het gewoon proberen. Oeh, hij is helemaal zo verpakt. Kijk, dit is dan de bronzer kwast. Heel erg mooi. Hij voelt ook lekker zacht aan. Hij is gewoon zo rond. Ik moet wel zeggen dat voor bronzer ik meer hou van zo'n vorm. Zie je het verschil? Deze is echt gewoon letterlijk rond. Terwijl deze is een beetje zo platachtig, zeg maar. Wacht. Kijk, hij is zo plat. En daar hou ik van. Want dan kan ik lekker goed hier zo een beetje contouren met mijn bronzer. Dit is gewoon letterlijk een ronde kwast. Dus een beetje zo'n kwast. En die gebruik ik persoonlijk altijd voor poeder. En niet voor bronzer. Maar omdat hij zo klein is, kan hij denk ik ook wel gewoon geschikt zijn voor bronzer. Kijk, je kunt hiermee ook wel zo een beetje lekker contouren. Dus ik ga hem gewoon gebruiken. Ik vind hem wel echt prachtig. Hele mooie kwast. Ja, hele mooie bronzerkleur. Kijk, zien we dit hoe mooi warm? Ik heb nou hier nog niet gebronst en hier wel. Zie je het verschil? Heel erg mooi. Hij heeft het hier helemaal warm gemaakt. I love it. Nou, ook dit ging echt weer toppie. Ik vind de bronzer super mooi. Hij heeft heel mooi gebronst. Ik vind de kwast ook heel fijn. Omdat hij dus wat kleiner is, is hij ook gewoon heel fijn zo om te contouren. En ook zo hier bij mijn kaaklijn en zo. Hij is ook wel super zacht. Ik vind hem een tikketje iets te zacht. Maar ja, op zich maakt het niet uit. Ik kan hem voor deze lage prijs echt wel gewoon zeker aanraden. Het is echt wel gewoon een fijne kwast. I like it. Ik ben weer heel tevreden over allebei deze producten weer. Ik heb geen blush van deze lijn. Dus ik gebruik even deze Peach Blush van L'Oreal. Ik heb wel een nieuwe highlighter, een highlighter paletje. Dit is het Catrice Clean ID Mineral Highlighting paletje in de kleur 020. Ook deze had je in twee kleuren, 020 en 010. En ik heb de donkerste kleur gepakt, 020 Gold. Dit is echt wel weer ook een groot paletje. Alles is groot hier. Alle verpakkingen zijn allemaal best wel groot. En ook dit paletje ziet er weer prachtig uit, jongens.
Dit is dan de inhoud. Je krijgt 3 prachtige highlight kleurtjes. En je krijgt ook weer een grote spiegel. En deze kleurtjes zijn allemaal een beetje bronzy-goudachtig. Dus ideaal voor een medium of donkere huidkleur. De kleur hier, Sunny Day, die spreekt mij echt aan. Die is een beetje zo goudachtig. Die ziet er echt wel mooi uit. Oeh, die swatch voelt niet zo goed aan. Ik moet echt best wel hard met mijn vinger erin gaan, zeg maar. Ik ben echt helemaal erin aan het drukken. Oh mijn god, ik kan het echt gewoon bijna niet swatchen. Volgens mij gaat het niet zo goed zijn, jongens. Oh mijn god, ik denk dat dit het eerste product vandaag gaat zijn wat ik echt, echt slecht ga vinden. Dit zijn dan de 3 kleuren. Let niet op hoe slecht deze swatches zijn, maar ik kon er echt niks beters van maken gewoon. Oh my god. Ook hierbij heb ik weer een kwast. Ik heb hier de Clean ID Highlighting kwast. Dus die ga ik ook gebruiken met dit paletje. Ook weer zo mooi ingepakt in dit papiertje zo. Deze kwast ziet er ook weer prachtig uit. Zo rosé roze. I love it. Hij is wel weer groot. Het valt me altijd op aan de betaalbare kwasten. Dat alle highlighting kwasten altijd best wel groot zijn. Ik weet niet waarom ze dat doen. Dit is die ik normaal gebruik van Morphe. Zien het verschil? Als highlighting kwastje wil je eigenlijk dat hij een beetje klein is. Omdat het maar een kleine oppervlakte is waarop je het wilt aanbrengen. En je wilt niet helemaal zo highlight aanbrengen overal. Dus dat vind ik al wel gelijk minder. Maar ik ga het gewoon proberen. De kwasthaartjes zijn by the way van beide kwasten synthetisch. Dus het is geen echt dierenhaar. Maar ja, ik denk ook niet dat jullie dat hadden verwacht van de Clean ID lijn. Oké, ik ga gewoon voor de kleur Sunny Day die ik al wil gebruiken vanaf het begin. Ik pak gewoon een beetje van die kleur. Er komt niet veel vanaf. Er komt echt niks vanaf. Er komt gewoon letterlijk niks. Ik zie ook echt gewoon niks op mijn kwast. Je ziet gewoon niks op de kwast. Pak even de kleur Radiant Light. Die is iets lichter. Letterlijk niks. Het ligt niet aan de kwast. Het ligt echt aan het paletje. Dat zal ik jullie even laten zien. Ik ga even ook mijn normale kwast gebruiken. Dit is wel echt dierenhaar. Echt dierenhaar pakt product altijd net toch iets beter op. Dus laten we kijken of dit het oppakt. Ik doe het hier. Ja, dit pakt iets meer op, maar dit paletje is gewoon echt crappy. Nee. No. Zoals je kunt zien, het pakt echt dierlijk haar van een kwast echt beter op. Altijd qua highlight kwasten is het altijd beter om gewoon echt dierlijk haar te gebruiken. Maar ja, ik weet dat niet iedereen dat wil. Nou, dit is echt het meest slechte paletje ever. Zullen we gewoon even iets anders gebruiken, jongens, voor vandaag? Een paletje die heel veel op dit Catrice paletje lijkt, is dit Essence Glow paletje. En die is wel echt heel erg goed. Kijk, deze lijkt er echt super, super veel op. Waar is hij nou? Kijk, deze twee lijken echt heel erg op elkaar. Alleen dit paletje van Essence is echt heel erg goed. Ik zal ook weer deze Clean ID kwast gebruiken. Ik gebruik deze middelste kleur. Ja, kijk hoeveel hier vanaf komt. Omdat de kwast dus zo groot is, brengt hij echt heel veel aan in één keer. Dat vind ik dus echt niet mooi. Deze kwast vind ik echt niet fijn. Nee, ik ga gewoon even mijn normale kwast gebruiken, jongens. Anders is straks mijn hele gezicht één grote highlight. Kijk, nou kan ik gewoon heel secuur aanbrengen. En dat kan dus... Kijk even het verschil. Kijk even dit hier, hoe breed het is aangebracht door die kwast. En kijk hier hoe mooi en smal en smooth het hier is aangebracht. Een kwast kan echt zoveel verschil maken. Deze raad ik jullie echt helaas niet aan. Kijk hoe mooi het hier is. En kijk hoe vreselijk het hier is. Oké, dan nog de lippen. Ik heb hier een nieuwe gloss. Dit is de Catrice Clean ID Hydra Volume Lip Plumper in de kleur 020. Deze gloss heb je in 3 kleuren en ik heb de kleur 020. De claims zijn dat deze lipgloss je lippen een prachtige glans geeft en ook je lippen een beetje voller laat lijken. Dus ja, laten we het gaan proberen en aanbrengen. Ik heb nou alles van mijn lippen afgehaald. Ik had een lipolietje op, ook van Catrice by the way. Die is echt super fijn. Even heel random. Deze Catrice Powerful Glossy Lip Oil is echt super fijn. Hij is ook al gewoon bijna op. Zie je dit? Dit is nog het enige wat erin zit. Deze gloss ziet er echt prachtig uit. Een beetje een roze nude kleurtje. Oké, het is echt een hele mooie gloss. Er zit een hele lichte roze glow doorheen. Ik voel hem ook een heel klein beetje soort van branden op mijn lippen. En dat maakt je lippen altijd een klein beetje voller. Wel moet ik zeggen dat hij een klein beetje stroef aanbrengt. En vergeleken met alle andere glossjes die ik heb van Catrice, vind ik deze wel een van de mindere. Omdat hij gewoon niet zo fijn aanbrengt en niet zo lekker zit. Oké, nou dan ga ik als laatste weer deze spray aanbrengen. En dan zijn we klaar. Oké, jongens, dat was het dan voor vandaag. Wat vinden we ervan? Wat vinden we van de look? Ik vind het echt een hele mooie soft glam look. I love it. Het is vandaag echt verrassend goed gegaan. Ik ben echt in shock. Ik had het niet per se verwacht. Ik had ook niet verwacht dat het slecht zou gaan of zo. Ik zal nog heel eventjes heel snel vertellen wat ik nou echt van alles vind. Dit highlighter paletje is echt de verliezer vandaag. Dit was echt het slechtste product vandaag. Komt echt helemaal niks vanaf. Ik raad hem echt absoluut niet aan. Dit paletje was echt verrassend goed. Dit oogschaduwpaletje, vooral voor die lage prijs.
is. Het is echt een fijn paletje. Je kunt er echt een hele mooie look mee maken. Alles zit ook gewoon nog goed. I love it. Ik ben echt gewoon in shock. Deze gloss. Het is een mooie gloss, maar ik raad hem niet aan. Omdat ik dus zoals ik al net zei, zijn er gewoon heel veel andere die gewoon beter zijn. Deze spray is op zich ook wel fijn. Als je gewoon op zoek bent naar een fijne spray die je een beetje een glow geeft. En je make-up wat langer laat zitten. Dan zou ik hem zeker bestellen. Deze bronzer is echt fantastisch. Het is echt een hele mooie bronzer. Als je mijn huidskleur hebt, gaat dit echt prachtig zijn. Hij is heel mooi warm. En er is ook nog een iets lichtere kleur voor als je een lichtere huidskleur hebt. Deze eyeliner heel erg mooi. Als je houdt van een diepe zwarte matte eyeliner, dan zou ik hem zeker bestellen. Ik vind hem echt heel erg fijn. Deze primer, het verschilt per huidtype. Maar voor mijn huidtype vind ik hem niet fijn. Als je een droge huid hebt, raad ik hem niet aan. Maar ik denk dat als je een vettige huid hebt, hij echt wel gewoon fijn gaat zijn. De rest van de make-up bracht er ook gewoon goed op aan. En dat laat al zien dat het gewoon wel een goede primer is. Dus alleen maar voor als je een vettige huid hebt, zou ik deze aanraden. En deze mascara is ook fijn. Als je lekker volume en lengte zoekt, dan ga je hem zeker wel fijn vinden. En dan als laatste de twee kwasten. Zoals ik al net zei, de bronzen kwast vind ik heel erg fijn. Hij is zo lekker het perfecte formaat. Niet te groot, niet te klein. En hij bracht de bronzer echt fantastisch aan. Deze highlighter kwast raad ik niet aan, want hij is gewoon te groot en hij pakt gewoon niet genoeg glans op. Nou, dat was het dan voor vandaag. Laat me weer eventjes weten beneden in de reactie wat je van alles vond en wat voor video's je nog meer wilt zien. Wat voor merken, wat voor make-up, kleding kan ook. Laat me gewoon weten wat je allemaal wilt zien op mijn kanaal, want ik vind het gewoon leuk om leuke video's te maken die jullie gewoon graag willen zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!